merkwaardig zo kalm als die Paulus zich gedraagt. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, staat hij midden in het heksenhutje tegenover de groene fles waarin de Arabische flessengeest verborgen zit. Het is trouwens haast niet te geloven dat die fles een zo gevaarlijke inhoud heeft, want er valt nu niets bijzonders aan te zien. Als Paulus er niet zelf bij was geweest, dan zou hij het niet voor mogelijk houden dat er zoiets groots en geweldigs als Anantaburu bestaat. Ja, maar ik heb het nou eenmaal zelf meegemaakt en ik weet dus zeker dat hij erin zit. En nou lijkt het mij het beste om maar gewoon met hem te praten. En niet op zo'n commandotoon als Eucalypta dat doet, maar gewoon hè, op zijn kabouters. Dag, Anantaburu. Anantaburu geeft weer geen antwoord, maar het is wel zeker dat hij Paulus vanuit zijn fles zit te bespieden. En Paulus trekt zich van zijn zwijgen niets aan. Die gaat onverstoorbaar door, alsof hij wel antwoord heeft gekregen. Ja, je hebt het gehoord, hè? Een heel lelijke steek heeft Eucalypta verzonnen. Het valt me erg van haar tegen, want ik had zo gehoopt dat ze ditmaal goed met me meende. Maar nu weet ik gelukkig weer waar ik aan toe ben. Jullie hebben daar nou wel niks van gewerkt, maar ik heb hier zitten luisteren. Onder de tafel zat ik. Knap, hè? Toe, geef nou eens een klein antwoordje. Anders is het net of ik tegen de lucht sta te praten. Je hoort me toch wel? Ja, ik hoor je. En het was inderdaad knap van jou om ons ongezien te bespieden. Oh, zo, dat wou ik ook zeggen. En ik ben blij dat je toegeeft, want er valt niet met mij te spotten, hoor, als je dat maar goed beseft. Oh, nou zwijgt hij weer. Maar dat doet er niks toe. Ik ga toch maar door met praten. Want nou wou ik jou één ding zeggen, Anantaburu. En het is je geraaien om goed naar me te luisteren. Ik duld geen lolletjes, hoor. Geen flauwe geintjes met boskabouters. Je mag het spelletje van Eucalypta gerust meespelen, want dat zal ik ook doen. Maar we moeten er samen wel voor zorgen dat die lelijke heks ditmaal geen kans krijgt om kwaad te stichten. Heb je me begrepen? Jawel. Ik versta je heel goed. Maar tussen verstaan en begrijpen is nog een groot verschil. Nou ja, je weet in ieder geval hoe ik erover denk. En nou ga ik maar, want ik vind het niet nodig dat Eucalypta me hier aantreft. Ze mocht dus onverwacht terugkomen, hè? Dag, Anantaburu. Tot ziens, hoor. Dag, Paulus. Tot ziens. Oh ja, nog één ding. Die Eucalypta is behoorlijk bang van jou, dat heb ik duidelijk kunnen merken. Maar denk nou vooral niet dat een boskabouter zich ook bang laat maken. Al ben jij nou nog zo'n grote, geweldige flessengeest, je doet me niks hoor. Ik moest natuurlijk wel even aan je wennen, want je ziet er verschrikkelijk uit, dat is waar. Vooral dat ik zo door je heen kan kijken, dat geeft me wel een onplezierig gevoel. Maar als het erop aankomt wie van ons tweeën de sterkste wil heeft, vergis je dan maar niet, want dan ben ik, oh zo, dag. Na die manhaftige woorden draait Paulus zich om en verlaat bedaard het heksenhutje. Hij wacht niet eens meer af of Anantaburu hem nog antwoord zal geven. En of die flessengeest hem nu werkelijk goed begrepen heeft, dat weet Paulus ook niet. Maar hij hoopt van wel. Hij gaat nu naar huis, naar zijn boom. Met een omweg uiteraard, want Eucalypta mag hem vooral niet uit de richting van een hutje zien komen. Paulus stapt flink aan en voelt zich echt opgewekt. Hij is zeer tevreden met zichzelf en gelooft dat hij de zaak niet beter had kunnen aanpakken. Wanneer hij zijn boom bereikt, ziet hij Eucalypta al buiten op het bankje zitten. De heks zal wel ongeduldig zijn, maar dat laat ze absoluut niet merken. Ze zit daar plezierig in het zonnetje met haar duimen te draaien en maakt de indruk volkomen op haar gemak te zijn. Dag, braaf politie. Ben je er eindelijk? Ik zat hier al een poosje op je te wachten. Ja, dat kon ik natuurlijk niet weten. Anders was ik vast eerder naar huis gekomen. Ik maakte een wandelingetje. Ja, ja, dat meende ik al te begrijpen. En hoe gaat het met je toverstudie, Paulus? Heb je de toverkring goed geoefend? Nou, wel of. En het gaat reuze goed, hoor. Als je eens wist wat een plezier ik al van die toverkring heb gehad. Plezier, zei je? Waar, als ik vragen mag, waar heb jij die oefeningen dan wel gedaan? Het schiet me beesten binnen. Hoe gevaarlijk. Ik bedoel, nou ja, ik wil maar zeggen dat je met één zo'n toverkunst eigenlijk al meer kunt doen dan ik zou wensen. Of, nou ja, begrijp me goed. Ik wil nou niet zeggen. Nou, waar maak je je toch druk over? Ik heb die toverkring geoefend en het was leuk, hoor. Oehoeboeroe heb ik een beetje voor het lapje gehouden. Oh, oehoeboeroe. Oh, dat kan
gelukkig geen kwaad. Ja, en Salomo ook. Uitstekend. Dat verdient hij ook, die labbe raaf. Ik bedoel natuurlijk die brave raaf. Ja, en nou zou ik wel graag willen weten wanneer de volgende toverles komt. Ja, daarvoor ben ik hier, Polis. Om een afspraakje te maken. Mooi, fijn. Je bent dus wel van plan om door te gaan met die lessen. Natuurlijk wel. Wat dacht je dan? Nou, het zou toch kunnen dat je je bedacht had. En dat je toch maar liever niet al je geheimen aan mij zou willen verklappen. Hey, niks daarvan. Ik heb me niet bedacht. Ik heb beloofd dat ik een tovenaar van je zou maken. En je weet dat Eucalypta haar belofte altijd houdt. Ja, dat weet ik. Daar kan je dus op rekenen. En deze tweede toverles, Polisie, zal een belangrijke les worden. Nog belangrijker dan de eerste? Veel belangrijker. Hey, je maakt me nieuwsgierig. Kan je me niet alvast iets erover vertellen? Nee, je zult je ongeduld moeten bedwingen. Toverlessen geeft men 's nachts in het duister van het bos, zoals dat hoort. Nou goed, dat is dan afgesproken. Ik zal er zijn hoor. Zeker weer op dezelfde open plek, hè? Net als de vorige keer. Op precies dezelfde plek, Polis. En vannacht dus, hè? Vannacht of woensdagnacht. Ik weet niet of we vanavond nog tijd genoeg hebben om een hele les te geven. Maar goed, we zien elkaar dus op de open plek. Dag, Polisie. Tot kijk, hoor. Dag, Eucalypta. Je hebt me erg nieuwsgierig gemaakt. Zo, ja, dan gaat ze nou. Het is goed dat ze niet vermoedt wat ik allemaal gezien en gehoord heb. Polis, is ze weg? Ja, oeboeroe, kom maar tevoorschijn. Eucalypta is verdwenen. Hier ben ik. En hier is Salomo ook. Je gaat er toch zeker niet heen, Polis? Naar die toverles? Ja, wist en waarachtig wel. Jullie zullen toch eens zien wat ik er allemaal van opsteek. Het komt mij voor, Polis, dat je al het een en ander weet. Ja, jij hebt in het heksenhutje gezeten, hè? Je moet van alles gezien hebben. En wij zijn zeer benieuwd van je te horen wat Eucalypta in haar schild voert. Nou, niet veel goeds, weet ik. Ja, daar heb je gelijk in, Salomo. Het is inderdaad niet veel goeds. Maar jullie moeten nou niet denken dat ik jullie alles ga vertellen wat ik weet. Ik weet in ieder geval genoeg. Daar kunnen jullie van verzekerd zijn. Polis, laten we je nogmaals op het hart mogen drukken om toch vooral heel voorzichtig te zijn. Ja, die heks is zo stiekemerd. Ze heeft vast weer een lelijke list bedacht. Ja, zo is het, Salomo. Een heel lelijke list. Maar dat is er ook het enige wat ik wil toegeven. Voor de rest kan ik jullie verzekeren dat ik heel precies weet wat die list inhoudt. En wat ga jij doen? Nou, ik ben van plan om net te doen of ik erin loop, hè. Maar ongerust hoeven jullie je niet te maken. Ik weet heus wat ik doe. Als dat maar waar is. Als je er later maar geen spijt van krijgt. Maar laat dat maar aan mij over. Je zult dus zien hoe mooi alles af zal lopen. Wacht maar af tot woensdagavond. Tot woensdagavond, Tom. MUZIEK